Hey Kanjes, we gaan beginnen met les 9 van blok 5, bladzijde 20 en bladzijde 21. Wat gaan wij vandaag leren? Je leert de wijzers van een klok een uur terugzetten. Dus een uur terug in de tijd. Ik ga de klok een uur terugzetten en ik wil dat je naar de grote wijzer kijkt. Het is op deze klok 9 uur, want de grote wijzer die staat op de 12 en de kleine geeft aan hoe laat het is. Ik ga de klok een uur terugzetten. Wat gebeurt er dan met de grote wijzer? De grote wijzer is nu een heel rondje teruggegaan. 60 minuten, als je die bij elkaar optelt, al die streepjes. Ik ga de klok weer een uur vooruit zetten. Ik ga hem nu op de 12 zetten, een uur vooruit. Oké. Het is op deze klok nog steeds 9 uur. Alleen ga ik de klok weer een uur terugzetten en ik wil dat jij nu kijkt naar de kleine wijzer. Wat gebeurt er als ik de klok een uur terugzet? Kijk naar de kleine wijzer. Wat gebeurt er met de kleine wijzer? De kleine wijzer loopt terug. Het is nu niet meer 9 uur, maar een uur eerder. Het is nu 8 uur. Goed zo. Ik ga de klok even verplaatsen naar een ander tijdstip. Op deze klok is het 4:30. De grote wijzer staat op de 6, dus het is een half uur. En hij wijst tussen de 4 en de 5. Hij gaat onderweg naar de 5. Dus het is op deze klok 4:30. Ik ga de klok nu een uur terugspoelen en ik wil dat jij naar de kleine wijzer kijkt. Wat is er nu met de kleine wijzer gebeurd? De kleine wijzer is een uur teruggegaan. Het is nu niet meer 4:30, het is nu 4:30. Goed zo. Oké, ik ga de opdrachten nu aan je uitleggen. Let op. Som 1. Bij som 1 zien we verschillende klokken en de vraag is: hoe laat is het? Op deze klok zien we alleen de grote wijzer. En de grote wijzer wijst naar een heel uur. Alleen zijn we de kleine wijzer vergeten. Die gaan wij zo meteen op de klok tekenen. Maar het moet een uur vroeger zijn. Dus een uur vroeger dan deze klok. Op deze klok is het 11 uur. De klok gaat dan een uurtje terug. Hij stond net op de 11 en hij gaat 1 uur terug. Hoe laat is het dan op deze klok? Wat zit er voor de 11? 1 uur terug is, goed zo, 10 uur. Ik wil dat jij dan de kleine wijzer gaat tekenen in de eerste klok. Dat mag jij zo meteen ook doen met de rest van deze klokken. Let op, het is hier een heel uur, maar bij deze klokken wijst de klok naar een half uur. Hier is het 3:30, jij tekent een uur vroeger. Hier is het 7:30 en ik wil dat jij hier een uur vroeger tekent. Op de volgende klokken bij som 2, 1 uur vroeger. Op deze klok staat dat het 5 uur is. Dat klopt, want de grote wijzer staat op de 12 en de kleine wijst naar de 5. Het is hier 5 uur. Hoe laat is het een uur eerder? Dan is het 4 uur. Goed zo. Ik wil dat jij op zoek gaat naar de klok van 4 uur. Ik wil dat je dat dadelijk ook met deze klok doet. Een uur eerder, hier een uur eerder en hier een uur eerder. Ga op zoek naar de juiste klokken. Nou, als we het echt niet meer weten, dan hebben we hier natuurlijk het hulpmiddel. Hierop kunnen we zien dat het een uur vroeger is. Hier staat 2:30. En op deze klok staat 2:30. Op deze klok is het dus een uurtje terug. Een uur vroeger. Nou, de juf die probeert haar beeldscherm in te zoomen, maar hij werkt niet. Dus ik wil dat je je werkboekje goed voor je neus neemt, zodat je goed mee kunt kijken. We gaan naar som 3. 1 uur vroeger. Op deze klok is het 12 uur. Wat is een uur vroeger? 1 uur of 11 uur? Ik wil dat je juist de hoekje inkleurt. Let op, we gaan steeds een uurtje terug. Op deze klok is het 2:30. Ik wil dat je aangeeft hoe laat het is als het een uur vroeger is. Dat doen we ook met deze klok en met deze klok. De volgende som, die is lastig, want het is een 2-sterren som, maar ik wil dat je kijkt hoe ver je kunt komen. Op deze klok is het 9 uur. Hier zijn we allebei de wijzers kwijt, zowel de grote wijzer als de kleine wijzer. Het is een uur vroeger, dus de klok gaat een uur terug. Let op, de grote wijzer blijft op de 12 staan, want het is een heel uur. Alleen de kleine wijzer gaat dadelijk een ander cijfertje aanwijzen. Dat mag je zometeen ook doen met deze klok een uur vroeger. Een uur vroeger en daar een uur vroeger. De laatste som, som 5, de allermoeilijkste som van vandaag. Een 3-sterren som. Wij beginnen zo meteen bij deze klok. En op deze klok staat dat het 2:30 is. Want de grote wijzer wijst naar de 6
En hij wijst hier naar de 2, half 2. Wat is een uur eerder? Wat zit er voor die 2? Ik wil dat jij de klok tekent. Hé, dan mag je de klok nog een uur vroeger en nog een uur vroeger zetten. En dat mag je dadelijk ook doen met de onderste klok. Zet hem op vandaag.